We hebben hier vier organische oplossingen. Ethanol, aceton, pentaan en hexaan. Dan gaan we 3 centimeter in een reageerbuis doen. We beginnen met ethanol, alcohol. Dan aceton. En hexaan. Ja, het is 1 centimeter. Maar gaan we kijken wat de verkleuring is als we jood gaan toevoegen. Jood is een vaste stof. Beetje bruinig. En dan pakken 4 schone topjes en die zetten we erop en dan kunnen ze goed schudden. Dan zie je het eindresultaat. Bij alcohol en aceton blijft de kleur bruin, bij pentaan en hexaan wordt die paars.